Hallo allemaal, ik ben Kiki de Wolf. Ik rij nu ruim 5 jaar op de Laagse Manege. Ik zit in het woensdag carouselteam en toen ik begon met carouselrijden was King op een gegeven moment mijn carouselpony. Eerst vond ik het niet altijd leuk om in de les op King te rijden. King was heel eigenwijs en draaide heel vaak om. En een tijdje ging het steeds beter tussen mij en King en toen werden we beste maatjes. Wel bleef King uiteraard zijn boevenstreek houden. Zijn volledige naam is King Martin II. In 2017 werd de manegewerk te veel voor King en vroeg Stella of wij King wilden hebben, zodat hij van zijn oude dag kon gaan genieten. En nu nog elke dag geniet ik van King, die zich nog steeds gedraagt als een echte koning, en moet ik nog steeds om zijn streken lachen. Hallo allemaal, ik ben Kiki en ik heb King nu 2,5 jaar. En het is vandaag natuurlijk Koningsdag. En het draait niet alleen Willem-Alexander, maar ook natuurlijk om meneer King. En King is geboren op 28 april 1994. En morgen wordt hij al 26. En ga ik lekker een taart voor hem maken. Ga ik hem lekker verwennen. En King. Zijn grote vriend is Coolway, dat is een paard. En toen King kreeg was hij altijd heel erg stout. Want hij ging steeds omdraaien en doen. Dus heel erg stout. En toen ben ik met Sietka aan de slag gegaan. En zij mij één keer in de week les gegeven. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Toen werd hij steeds braver en zo. Dus dat is heel erg fijn. En als we op buitenrit gaan, als hij dat weet, dan... Als hij dat weet dat we op buitenrit gaan, dan kan ik nooit normaal opstappen. Dus dan moet ik hem altijd foppen dat we in de bak gaan rijden. En altijd op buitenrit... Op buitenrit, dan moet hij voorop, want anders is hij niet te houden. Dus hij blijft natuurlijk gewoon een king. Maar hij is nog steeds natuurlijk stout. En anders is het geen king meer. En een feitje over King. Hij staat dus altijd heel erg schuin met zijn beentjes. En dat heet de Franse stand. En dat heeft hij altijd al gehad. Dus blijft altijd wel. Ik heb net lekker gereden, ga ik nu lekker op zand zetten. Dit is King zijn kingsuitbed. En dat is zijn vriendje Goldie. Ja, dit is de zaalkamer. En dit is Goldie's tuig, want die loopt voor de koets. Hier ligt King's zadel en hier ligt nog allemaal andere zadels. En dit tuig wordt nog van King. En hier heb ik dan King zo zelf.
Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om King weer gezien te hebben. En het gaat super goed met hem. Hij is heel goed hier. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om King weer te zien. Dag!